Wat is dit? Zakaria is aan het uploaden op een zondag. Welkom bij mijn allereerste weekvlog met Zakka. Zakka, weekvlog. Waarom? Ik vind het wel leuk om mijn dag te delen met jullie. En het is ook een uitdaging voor mij. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb geen idee waarom ik dit film, maar ik ga dat misschien gebruiken. I don't know. Ik heb net een filmpje voor jullie gemaakt en dat komt vandaag online. Vandaag zijn we donderdag. En dit filmpje dat ik aan het maken ben, is voor zondag. Maar Zakka, een weekvlog, dat begint toch op maandag en niet op donderdag? Mijn eerste weekvlog niet. Wat ga jij eraan kunnen doen? Nothing. Trouwens, ik ben de hele tijd dit deel van mijn camera aan het filmen omdat het wat properder is. Want als ik jullie de hele camera laat zien, zou ik het doen. Genoeg gezien. Wat gaan we vandaag eigenlijk allemaal doen? Niet veel. Het is al 17:30. En je moet niet denken dat ik hier ben gekomen omdat het hier properder is. Zakaria, je bent een heel slechte leugenaar. Ik wou net zeggen wat ik ging doen vandaag, toen plots, uit het niets, mijn broertje piano begon te spelen. Hé, neef, kom een keer. Wat doet jij hier al 3 dagen bij ons? Ik ben hier aan het logeren. Hij is aan het logeren bij ons omdat zijn ouders naar Marokko zijn gegaan. Wat ga ik doen vandaag? Ik ga even terug naar boven. De kamer is helemaal niet meer vuil. Zakaria, je bent een heel slechte leugenaar. Wat ga ik doen? Ik ga het niet zeggen. Ik ga het gewoon laten zien. Ja, boy. Yeah boy, I am ready! Allee, kom. Oké, misschien... Ja, dat gaat niet lukken. Ja, misschien... Bokshandschoenen toch uit. Dat gaat allemaal veel gemakkelijker gaan. Ik ga gewoon in deze t-shirt. Ik heb een andere broek aangedaan. Alles zit hierin. Let's go. Ik wou dus eerst met de auto gaan. Blijkt dat mijn mama die nodig heeft. Veel, dus ja. À pied, op de bus wachten. Die altijd te laat is. Ik ben eigenlijk wat vroeger afgestapt omdat ik ineens zag dat er kei veel file was en het eigenlijk sneller ging gaan als ik te voet stap tot de bokzaal. Deze bus is gewoon in pannen gevallen. Blijft voor de file gezorgd. We zijn aangekomen. Ik ben kapot. Ik ben dood. 50 minuten, hij heeft mij kapot gemaakt. Ik zweet echt niet snel, maar vandaag had ik overal druppels op mijn hoofd. Dat doe echt goed. En nu naar huis. Ik heb mijn bus net gemist. Te voet dan maar. Hey mensen, het is gewoon om jullie te laten weten dat de batterij van mijn camera bijna op is. Dus bij deze
Ik ga eigenlijk gewoon stoppen met filmen tot als ik thuis ben. Peace. We gaan er echt iets cools van proberen te maken. Ik heb een beetje gemonteerd. Morgen wordt een leuke dag. But for now, I'm gonna sleep. Goedemorgen. We zijn vandaag vrijdag. Ik zie helemaal niks onder mijn lenzen. Oh, maar ik kan er nog altijd zien dat ik een knappe gast ben. Let's do this. Nog een laatste keer mijn presentatie voorbereiden. Trouwens mensen, als jullie willen dat ik ook voor jullie klas sta, heel simpel. Overtuig je leerkracht, fix mijn e-mail. Stuur mij de e-mail dan via Instagram. Of Hotmail, dat gaat nu op beeld komen. En we zijn onderweg. Voor de mensen die me al een tijdje volgen, jullie weten dat ik middenjury doe en boekhouden was mijn laatste examen. Ben ik erdoor? Boekhouden. Yes! Gasten! Ik heb gewoon mijn diploma! Kijk hoe. Yes! Oké. Ik heb mijn diploma. Kijk hoe. Oké, maar ik ga daar een andere keer over spreken. Nu gaan we over naar Sint-Donatus in Merchten. Ik volg. Vindt u het erg als ik u film? Nee, helemaal. Dat is de leerkracht. Voilà, ik ben aangekomen. Meneer is net de pc aan het aandoen. En ik kan mijn PowerPoint-presentatie komen geven. Hè. Hier, voilà. Bismillah. Ik zal het zeggen. We zijn een van mijn filmpjes aan het kijken. Voilà, ik vind dat zo raar om te zien. Ik ben net klaar met mijn presentatie. Wat vonden jullie ervan? Kei, ja, echt waar. Gehoord, hè mensen, dus als jullie mij ook willen. Jullie weten mij te vinden. Voilà, we gaan nu nog snel een fotootje nemen. En dan ga ik hun laten, want ze hebben eigenlijk Franse les nu. Wat balikkoei. En ze hebben een presentatie. Ze hebben een presentatie. Voilà. Uit leur fête, en plus. Een party. Ja. We gaan nu snel een foto nemen en dan ben ik door. Vooraleer ik terug naar huis ga, passeer ik eerst langs een klas die studie heeft. Ah, ze zijn hier. Oh my god. Dat meent jij niet. What the fuck, dat is zo'n oud filmpje. Kun je dat uitdoen alsjeblieft? Het is hier toch studie, hè? Ja. Waarom kijken jullie mijn filmpjes? Tijd voor ontspanning. Ik ben momenteel in Antwerpen aangekomen en ik heb afgesproken met iemand. Zij is onderweg. Ik ben net gestuurd. Nu gewoon ontspannen. Een beetje Antwerpen zien of zo, weet ik veel. We zien wel wat we gaan doen. Jullie weten waarschijnlijk hoe dat er al gaat afkomen. Maar toch spannend. Ik heb net keigoed gegeten. Zwaar, hè? Ja, te veel. We gaan bijna ontploffen. Oh my god. Ik kan niet meer stappen, ik stap als een pinguïn. Ik denk, als ik kot, denk ik dat dat beter gaat gaan. Maar je kot zo? Nee. Ja. Doe dat werk, dat is goed gedaan, hè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Samir. Happy birthday to you. Happy birthday. Ja, je krijgt de Nintendo Switch. Dat je zelf hebt gekocht. Is dit nieuw telefoon? Ja, man. Hallo! Het is vandaag de verjaardag van mijn broer. En om hem te verrassen, gaan we naar Oostende. Ja. Verrassing.
voor, dat is onze toekomst. Ik weet niet wat we gaan doen. Nee, we gaan vandaag naar Oostende gaan. Met mijn broer en zijn twee. Kom maar een keer bij me, man. We gaan toch naar Oostende? We gaan naar Kortrijk. Ah, dat is Kortrijk. Ah, dat is een verrassing. Oh, denk ik. Wow. mijn excuses, het is niet Oostende, het is Kortrijk. Met zijn twee vriendjes. Allee, vrienden. Kom, oei, 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 laten vallen. Kom. We hebben de Dennis, we hebben de Adam, we hebben de Sammy. Waarom gaan we eigenlijk naar Kortrijk? Voor onze toekomst. Onze ja. toekomst is belangrijk. Uiteraard. En waarom is jullie toekomst belangrijk? Want dat scheelt belangrijk. Ja, naar Kortrijk gaan, want daar is eigenlijk een school ja. waar ze zich willen inschrijven. Een school over informatica. Nee, dat heet Art en Entertainment Design. Voilà, dus art en entertainment zo games design. Maken, design, tekenen, voilà. Al die ja. dingen. Ja, ze willen zo games maken, applicaties maken. Waarom willen we dat maken? Omdat we gepassioneerd zijn. Omdat ze geld nodig hebben. Ja, voilà, ik was dat verwachten. Ze zijn gepassioneerd. Ook zijn gepassioneerd. Ja. Dus ja, vandaag is het open deurdag en we gaan dus naar Kortrijk, niet Oostende. Ik heb net een spel gespeeld met mijn ogen. Had je beter als mij kunnen doen? Misschien. Nee, ik denk het niet. Adam, wie heeft er gewonnen, Adam? Je hebt gewonnen. Adam. Mijn eerste weekvlog. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Willen jullie er meer zien? Doe dan een thumbs up. En laat me zien hoe actief jullie zijn in de comments down below. Let me know als jullie meer van zulke filmpjes willen zien. Dit was dan, beste kijkers. Bedankt voor jullie aandacht. En zoals altijd, just smile, peace en love. Jij weet.